Woensdag 22 november gaat Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Vanuit de Limburgse Land- en Tuinbouwbond vinden wij het belangrijk om de kijker te laten weten wat de standpunten zijn van verschillende partijen over de agrarische sector. We hebben een oproep gedaan aan die partijen en diverse partijen hebben gereageerd om de Limburgse kandidaten aan het woord te laten over die standpunten voor de sector. In deze eerste video stelden wij de vraag: hoe ziet uw partij het toekomstperspectief van boeren en tuinders in Nederland? Ik denk dat het geen geheim is dat de agrarische sector voor de BBB echt een van de speerpunten is. Wij vinden het heel belangrijk om die agrarische sector te behouden. We vinden ook dat die voedselproductie echt ons gouden ei is. Maar daarnaast zorgen zij niet alleen voor ons voedsel, maar ook voor ons landschap, zoals jullie hier achter mij ook hebben kunnen zien. En zorgen zij ook voor leefbaarheid. Dus wij zijn zeker voor het behoud van een sterke agrarische sector. De GroenLinks Partij van de Arbeid vindt het heel belangrijk om samen met tuinders en boeren, jonge boeren, gezamenlijk te werken naar een gezamenlijke toekomst. Waarin een natuurlijk systeem, het watersysteem en het verdienmodel centraal staat. Met natuurlijk ook agrarisch natuur- en landschapsbeheer, natuurbeheer waarin de boer wat kan verdienen. Maar ook binnen de grenzen van wat onze natuur en ons watersysteem kan dragen. Dus het perspectief is duurzaam, gezond, met eerlijke prijzen voor eerlijke producten voor de consument. En eerlijke prijzen voor de boer. Voor het CDA zet het bieden van een toekomstperspectief voor boeren op plek 1, 2 en 3. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor jonge boeren als voedselmakers van morgen. We zetten in op het behouden van de bedrijfsopvoeringsregeling, het beschermen van schaarse landbouwgrond en ervoor te zorgen dat stoppende boeren ook kunnen helpen voor boeren die door willen gaan. De Partij voor de Dieren wil meer boeren en minder vee. Maar de realiteit is dat sinds de eeuwwisseling niet de veestapel, maar het aantal boeren gehalveerd is. Wij zien een toekomst voor natuurinclusieve en biologische boeren. Boeren in samenhang met de natuur, met een reductie van de veestapel. Dat moet gezien de milieueisen, maar dat kan ook. Dat bewijzen ook al talloze biologische en natuurinclusieve boeren. De ChristenUnie ziet de toekomst voor de boeren en tuinders hoopvol tegemoet. Ze leveren prachtige producten waar wij dagelijks van genieten op ons bord. We waarderen de sector heel erg. Tegelijkertijd moeten we constateren dat de balans tussen hoe het voedsel- en landbouwsysteem nu werkt ten opzichte van de natuur wat uit balans is geraakt. Wij zien nog steeds een grote toekomst voor de land- en tuinbouw, maar wel iets meer natuurinclusief, circulair, minder belastend voor de natuur. Een kleinere veestapel, maar wel zorgen dat er een eerlijke prijs wordt gegeven. Door de consument, zodat boeren ook een goed bestaan kunnen hebben zonder schaalvergroting? Perspectief is er altijd. De vraag is welke kant moet je op? En ik denk dat in deze moderne tijd dat de boer en de tuinder daar meer over moeten gaan nadenken. Dus dat perspectief zal wel aan heel veel veranderingen onderhevig zijn, zoals een heleboel dingen tegenwoordig. Uh, de boeren en de tuinders zijn innovatief, hebben jarenlange ervaring. Dus ik twijfel er niet aan dat ze daar wel uit zullen gaan komen. Ja, deze is dus heel belangrijk om juist een eerlijk toekomstperspectief uh, te bieden voor onze boeren en tuinders. En we weten eigenlijk al lang dat het huidige uh, manier hoe we het voedselsysteem hebben ingericht niet meer houdbaar is. Uh, dus dat moet anders. Dus de agrarische sector moet ook echt in transitie. En als overheid hebben we daar natuurlijk echt een rol in. Dus die rol willen we ook vooral op ons pakken. Uh, en, en boeren en tuinders ook echt ondersteunen bij die, uh, die transitie die gemaakt moet worden. Middels verschillende steunmaatregelen, uh, omschakelingssubsidies en dergelijke. Uh, dus dat, dat eerlijke perspectief, waar de boeren juist nu zo naar snakken, dat houdbare perspectief, dat, uh, dat willen wij de boeren en tuinders heel graag bieden.